Bijlmer Park en omstreken gaan 40.000 bomen gekapt worden. Hier was een demonstratie tegen in het Bijlmer Park. Dames en heren, hartelijk welkom bij onze demonstratie. Mijn naam is Wil Tiefres en ik spreek namens de bewoners van het platform Groen Bijlmermeer en Stichting Behoud Groen Zuidoost. Vorige week hebben wij schriftelijk het besluit ontvangen van het stadsdeel over de kap van de bomen in het Bijlmerpark. Deze kapvergunning gaat over ruim 5200 bomen in het Bijlmerpark aan de westzijde van de Gooiseweg. Dit is slechts een deel van de 8500 bomen die het stadsdeel wil kappen in het park. In het totaal zijn of worden 40.000 bomen gekapt in verband met de vernieuwing van de Bijlmermeer. Wat gaat er gebeuren met het Bijlmerpark? Als de gemeente haar zin krijgt, worden er woningen aan de rand van het park gebouwd. 200 aan de oostelijke kant en 800 aan de westelijke kant van de Gooiseweg. Verder komt er een omheind sportcomplex met 4 kunstgrassportvelden. Niet toegankelijk voor recreanten. Het geheel wordt opgevuld met nieuwe aanplanten die ooit weer een park zou moeten leiden. Er worden slechts 1000 bomen teruggeplant. Het herinrichtingsplan houdt in dat vrijwel alle bomen gekapt worden die in het park langs de Gooiseweg en op de Talud staan. Ons voorstel voor het park is als volgt. Behoud en verzorg de bestaande natuur in het park. Geen bebouwing, geen sportvelden. Voorbeelden van de verbetering van recreatiemogelijkheden zijn als volgt. Picknickplaatsen, een theehuis, vlonders langs het bestaande water en kleine openluchttheaters. Er is nu al genoeg open ruimte om recreatiesport te beoefenen voor iedereen. En daar wordt ook gebruik van gemaakt, ook al wordt dat ontkend. Voor het Bijlmerpark lopen nu al 4 beroepsprocedures bij de rechtbank. Weet u wat het trieste is? Tegen die tijd dat recht is gesproken, als er recht wordt gesproken, dat dan alle bomen al gekapt zijn. Want zo wordt het geregeld, zo wordt het gedaan door dit stadsdeel. Schande. De boomstam die nu voor u ligt, symboliseert alle 20.000 reeds gekapte bomen. Het is dus een monument voor de onbekende gekapte boom. Ik dank u wel.